Glas in loodramen maken en restaureren is een vak apart. Glazenier Peter Heijman heeft zich hierin in de afgelopen 40 jaar gespecialiseerd en realiseert bijzondere projecten. In Hellevoetsluis bijvoorbeeld is hij nauw betrokken bij de restauratie van een kerkje dat binnenkort 125 jaar bestaat. En een belangrijk onderdeel van de restauratie waren de glas in loodramen. Dit is een kerk, die hebben we in 3 jaar terug geleden hebben die gerestaureerd. In Hellevoetsluis, de Heilige Padua, katholieke kerk. En er waren zoveel bijkomende bouwkundige gebreken dat er is besloten om de koorramen, die het laatste gemaakt moesten worden, dat uit te stellen. Tot er weer genoeg financiën waren om dat te kunnen verwezenlijken. Nou, dat is uiteindelijk gelukt in december door middel van een legaat. En toen hebben we opdracht gekregen om die ramen te gaan maken. Bouwkundig was er heel veel gebrek aan die kerk. Dus er is een bouwkundige aannemer en wij met de ramen zijn toch daar 2 jaar bezig geweest om hem weer in goede staat te brengen. Maar voor die tijd hadden we al ontwerpen gemaakt. Ik heb hier wat tekeningetjes van ideeën van uitvoering voor die 5 koorramen. En uiteindelijk is deze gekozen, de C-optie. En dit is het eindresultaat daarvan. Alle andere ramen die waren nog in authentieke staat, dus die hebben we gerestaureerd. Alleen voorzien van nieuw lood. En in een museale opstelling heet dat. Dus dat betekent beschermglas aan de buitenkant tegen het vandalisme, maar ook om het comfort in de kerk te verhogen. En aan de binnenkant, omkaderd met messing U-profielen, wordt het glas lood weer teruggeplaatst. Maar deze ramen van de koorramen, die waren in de jaren 60 waren die uitgenomen. Er was een soort vernieuwingsdrang in de katholieke kerken om het allemaal wat soberder te maken. En toen hadden ze daar blank glas in gezet, blank glazen lood. En dat overstraalde heel erg met zonlicht, want de zon zit aan de zuidkant van die kerk. En het was heel erg verstorend. Dus dat was ook een wens van het kerkbestuur om daar ooit eens weer ramen in dezelfde stijl en uitvoering als de schipramen, om die daar weer nieuw te maken. De meeste ramen worden dus gerestaureerd. En bij de ramen in het koor wordt het blanke glas vervangen door nieuw glas in lood. Dat eruit ziet zoals het er vroeger ooit in zat, maar in de jaren 60 van de vorige eeuw was verwijderd. Dat gebeurde in die tijd op heel veel plaatsen, vanwege de heersende vernieuwingsdrang en ook vanwege het streven van de katholieke kerk naar meer soberheid. Die kleurrijke ramen zijn eruit gehaald en er zijn blanke ramen ingegaan om het allemaal wat soberder te maken. Dat was ook de wens van de paus, Johannes de 23e, die had een soort in het Vaticaans Concilie besloten om de uitstraling van de katholieke kerk soberder te maken. En veel pastoren en kerkbesturen gaven daar gehoor aan en sommigen ook niet. Ik heb een kerk in Den Haag gedaan, de Parkstraat, de Jacobus de Meerdere. Die is nog helemaal in authentieke staat van 1880, toen die gebouwd werd. Er is niet zoveel veranderd, behalve de gasleidingen voor de verlichting zijn vervangen voor elektrische. Maar verder, de uitstraling en de beschilderingen en de ramen zijn nog authentiek. Maar veel besturen besloten in de modernisme mee te gaan. En je zag dat ook tegelijkertijd bij particuliere huizen gebeuren. De jaren 60 werd dat glas lood, bovenlichten werden vervangen door streepjesglas. En paneeldeuren werden betimmerd met triplex. En spijltjes van trap werden ook afgedekt, allemaal glad en strak. Dus dat liep een beetje synchroon, gek genoeg. En nu jonge mensen die nu in oudere buurten huizen kopen of huren, die willen graag weer die glas loodpanelen terug hebben. Dus dat is ook een aardige markt voor ons. Dat komt echt weer op om de huizen van 1920, 1930 weer in de authentieke staat terug te brengen. En voor dit soort opdrachten om ramen in oude panden in de originele staat terug te brengen, wordt doorgaans Peter Heijman ingeschakeld. Voor de uitvoering, maar doorgaans ook voor advies. Glaskunstenaar, glazenier. Het is natuurlijk een heel super ambachtelijk beroep. Maar we moeten ook ontwerpen. Wij krijgen soms kerkbesturen op bezoek. Nou, ik heb een voorstel gedaan van op verzoek van de kerk om een ontwerp te maken die harmoniseert met de rest van de kerk. Wat de ramen betreft. Qua kleur en uitstraling. Dat vergt wel wat studie. En ook kijken naar de vormgever van 125 jaar terug, toen die ramen ontworpen werden. Om dat correct aan te halen, met eerbied ook voor de. Kijk, dit ontwerp is gebaseerd op de schipramen in de rest van de kerk. En ook in de voorgevel zie je dit soortgelijke patronen. Wij maken schetsen. Die dienen we in bij de kerkbestuur ter beoordeling. Nou, dat is dit dan een voorbeeld van. Dus dit waren 5 keuzemogelijkheden om het uit te voeren. Er zitten minieme verschillen in, maar het zit vooral in die raamkoppen, in het roosvenstertje. En hier zie je een lichte baan in zitten in dit ontwerp. En uiteindelijk hebben ze gekozen voor deze uitvoering.
hebben in januari opdracht gekregen. Dus zijn we er eigenlijk bijna direct aan begonnen met de inkoop van het glas. Want het is Thies-kathedraal heet dat. Dat is gegoten glas. En dat komt uit Duitsland. Het is handgegoten glas. Dus je moet je voorstellen, het is een stalen tafel in een glasfabriek in Duitsland. En die wordt verwarmd. En dan komen ze met die pannen, zeg maar, aan een steel met vloeibaar glas. En die storten ze op die verwarmde stalen tafel. En dan rijden ze een wals eroverheen. En die drukt dat, die structuur erin. Je ziet hier een soort bobbeltjesstructuur. Leek noemt het ook wel het bobbeltjesglas. Het heet kathedraalglas, Thies-kathedraalglas. En dat is het overal uitgevoerd. Behalve die rode blokjes, dat is rood seinglas. Dat is ook mondgeblazen glas, maar dat is dan zonder structuur. En toen zijn we gaan snijden en gaan glas en lood zetten. En uiteindelijk het laatste wat we gedaan hebben is het omkaderen met messing U-profiel. En maandag gaan we, toevallig gaan we het aanstaande maandag en dinsdag gaan we plaatsen. Vlak voor die koorramen staat er een gigantisch altaar. De kop wordt gedemonteerd. Dat wordt door vrijwilligers van de kerk voor ons gedaan. En daarna komen wij maandagochtend rond 8 binnen en dan bouwen we de stijgers op. En rond 10 schat ik, 10:30, gaan de eerste panelen erin. En dan duurt het ongeveer 2,5 dag om het te completeren. En wij doen het van A tot Z. Dus onze discipline is niet alleen glas en lood maken, nieuw of restaureren, maar ook het uitnemen. Het vervangen van de hulpconstructies, dat is vaak uitgevoerd in staal. Dat vervangen we door messing of bronzen materialen. Dat doen we allemaal in eigen beheer. En ook de montage en het digitaal inmeten van de mallen. En uiteindelijk de oplevering. En zo restaureerde Peter Heijman al talloze ramen in vele kerken, maar ook in allerlei oude huizen in heel Nederland. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Glasatelier Oud-Rijswijk.